Leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Prep Stories. Ik heb net getraind. Ach ja, ik heb mijn cardio sessie gedaan. Zoals je wel ziet. Ik glim helemaal. Ik ben helemaal rood. 32 graden. Eigenlijk is het veel te heet om te trainen. Maar het moet toch. Op het moment heb ik gewoon een training van mijn coach. Van Miro. Waar ik 4 dagen benen train en 1 dag upper body. Waarbij bij een paar dagen van mijn benen schema een paar schouderoefeningen bij zitten en een paar armoefeningen en dan echt 1 goede upper body day. Op het moment gaan mijn trainingen soms heel goed en soms ook gewoon echt bagger. Echt soms denk ik, heb ik eigenlijk wel getraind of wat heb ik eigenlijk gedaan? Zoals je op mijn Instagram hebt gezien, heb ik 1,5 week niet echt goed schouders kunnen trainen door dit hier. Dat kan nou wel weer gewoon heel goed en dat gaat ook weer gewoon heel goed. Dus daar ben ik niet meer zo, daar maak ik me niet meer zo zorgen over. Het doet ook niet meer zoveel pijn. Mijn benentrainingen gaan nog steeds wel heel erg goed. Mijn squats zitten nog steeds heel erg hoog voor mij doen. Eerst kon ik niet eens squatten. Ik heb een hele holle rug. Dus ik heb heel lang moeten oefenen met squatten. Dat ik niet in mijn rug ging hangen. Maar als ik nou of met een riem om, of met die weestrainer om en een verhoging om mijn hakken, dan kan ik squatten. Eindelijk. En toen begon ik met eerst alleen stang of box squats om te oefenen. En nu ga ik op 12 keer 55 kilo. Lukt nu goed, dus we gaan nu naar de 60. Maar is dat best veel? Het gaat best goed, dus we moeten door blijven gaan. Hip thrust ligt nou op zich best wel, gaat best wel goed. PR is ooit geweest 140, 6 keer. Nou pak ik hem niet zo heel zwaar. Ik denk 100 nou. Maar het brandt altijd als malle. Als de booty maar groeit, als het, dan heb je zo'n dikke pump en dan loop je weg en voel je zo boom. Grow, booty grow. Waar ligt op het moment prioriteit bij mijn trainingen? Prioriteit ligt toch wel echt op billen. En echt die mooie ronding aan de achterkant. Zijkant van mijn billen. Dat ik een beetje aan de zijkant die rondingen krijg. Want mijn postuur is normaal echt gewoon recht. Normaal had ik dit, dat had ik ook nooit. Dus daar is al, heb ik al wat voor mee gekregen. En nou bij mijn heupen wil ik nog een beetje, dat we een beetje die zandloop krijgen. En schouders. En dan de zijkant en achterkant schouders. Achterkant schouders was al het eerst helemaal plat. Daar begint nou al wel een goede vorm in te komen. Train helemaal kapot. Dus dat mag ook wel. Dat daar een beetje gaat groeien. Mijn motivatie om te gaan trainen was een tijdje echt even kloten om te gaan. Ik weet niet, ik had gewoon niet meer echt zin om er naartoe te gaan. Ik kon mezelf er niet meer toe zetten om naar de gym toe te gaan en ook echt om een goede workout te doen. En als ik er al eenmaal was, dan zou je denken van dan gaat het goed als je er bent. Maar soms dan ben ik ook gewoon halverwege een training ben ik weggelopen. En ik heb nou denk ik 2 keer gehad dat ik midden in een set gewoon dacht, waarom doe ik dit? Ik wilde helemaal niet meer. Dat ik echt gewoon begon te janken tijdens een set. En gewoon aan ben gelopen naar huis ben gegaan. Terwijl ik echt pas nog niet eens op een kwart van mijn training was. Zat ik weer in de auto. Ik denk, waar ben ik nou mee bezig? Je moet trainen. Je hebt een wedstrijd die je moet doen. En je zit nou in de auto. What the fuck are you doing? Ik ga terug naar binnen. Maar ja, deed ik dat niet. Ik ging naar huis. En dan voelde ik me weer kut. En dan denk ik, oké, morgen beter. En dan was het morgen. En dan ging het niet beter. Ik heb dus wel echt een paar kutdagen erbij gehad met trainingen. Nou gaat het echt wel weer
heel goed. Ik heb nou een nieuwe pre-workout gepakt. Ach ja, de nieuwe, die had ik eerst al. Ik heb nou de pre-workout van XXL Nutrition The Blast. Pina Colada. Beter dan Green Apple. Die pak ik dus een half uurtje voor mijn trainingen. Ik heb ook citruline. Dan kan je aderen van openstaan. Dan krijg je een dikke pomp. En dat geeft ook wel motivatie. Als je dan een beetje de pomp krijgt, dan denk je, ja, het heeft tenminste zin wat ik aan het doen ben. Het werkt allemaal. Dus dat pak ik dan soms nog voor trainen. En hiernaast is dus ons gym. En daar hebben we gewoon boksen. En daar kan ik gewoon heel wat muziek aanzetten. En ik denk, nou, ik ga eens gewoon proberen. Och ja, Michael die doet nou wel eens gewoon met zijn koptelefoon op trainen. En dat vind ik altijd saai, want dan kan ik niks tegen hem zeggen of zo, weet je wel. Ik denk, nou, dan ga ik het ook maar doen met de koptelefoon op trainen. Maar dan zit mijn concentratie gewoon echt veel hoger. En dan ben ik wel veel beter en geconcentreerder bezig met mijn training. Dan ben ik ook echt aan het denken tijdens mijn trainingen, tijdens oefeningen. Dan denk ik gewoon echt aan de spieren die ik aan het trainen ben. Terwijl als ik dat niet doe, dan hoor ik allemaal dingen om me heen. En dan word ik afgeleid en dan kijk ik naar andere dingen en weet ik veel wat. Maar nou, dan gaat het telkens met die koptelefoon. Stel ik ben in mijn billen aan het trainen of zo, dan denk ik echt aan die spier. Die mind-muscle connection, als je dan echt denkt aan die spier terwijl je aan het trainen bent. Ik weet niet, dan heb ik echt gewoon het gevoel dat het veel beter gaat. Dat ik die spier veel meer aanspreek of zo. Ik train nou 6 keer per week. 6 keer per week. En een rustdag doe ik wanneer ik het echt nodig heb. Dus ik ga gewoon door. Totdat ik denk van, oké, nu heb ik echt een rustdag nodig. En nou kan ik echt niet meer, want nu doe ik alles pijn. Nou, pak even een rustdag. En meestal heb ik dan 5 of 6 dagen getraind en dan pak ik een rustdag. Of ik pak die rustdag als ik echt geen tijd heb. Dus bijvoorbeeld als ik echt een hele lange dag moet werken en 's avonds ook nog iets moet doen of zo, dat ik echt gewoon geen tijd heb, dan is het een rustdag. Nou heb ik nog heel veel vrije tijd, dus nou plan ik 's ochtends eerst mijn cardio in. Dan doe ik of thuis op een fiets, op zo'n spinningfiets hebben wij. Dan doe ik eerst half uur of 40 minuten of 3 kwartier, ligt er aan hoeveel zin ik heb. Doe ik dan spinnen op de fietsje, helemaal doorweekt. En dan aan het eind van de middag of 's avonds, dan training. Of ik draai het om, of ik ga 's ochtends eerst trainen en dan aan het einde van de dag of aan de avond cardio. Dat er wel minimaal 6 uur tussen zit, dat er geen spier wordt afgebroken. Toch heb ik wel een beetje dat ik tegen cardio aan het lopen ben. Dat ik denk van, ook al heb ik dan niks te doen, dan heb ik toch geen zin om cardio te doen. Ook al, je hoeft er eigenlijk helemaal niet veel voor te doen. Je moet gewoon zitten en je beentjes bewegen. Het staat in de woonkamer. En toch heb ik dan geen zin om het te gaan doen. Soms heb ik geen motivatie om te gaan trainen. En dan wat ik nou doe is, ik ga op Instagram gewoon plaatjes, foto's kijken van mensen die mij echt motiveren. En dan heb ik meestal wel zin om te gaan. Of ik ga een beetje op YouTube dingetjes kijken. Ik trek mijn bikini even aan die ik nou binnen heb. Dat ding heeft me fortuin gekost. Beter ga je even naar de gym en ga je lichaam ook even ernaar maken dat het daar ook in past. Dus dat is ook wel een grote motivatie om nou eventjes door te zetten en ook even mijn ding te doen. Maar het komt wel nou ietsje vaker voor dat ik even motivatie nodig heb om te gaan. Die motivatie is meestal wel snel gemaakt, maar ik moet mezelf wel vaker toezetten dan in het begin. Maar als ik die training heb gehad, daarna dan voel ik me weer helemaal op het top en dan gaat het weer helemaal goed. En dan weet ik ook weer waarvoor ik het doe en denk, ja, was dit nou zo lastig om te gaan? En de volgende keer, als ik dan weer geen motivatie heb, dan denk ik weer aan dat moment van, oh ja, weet je nog, de vorige keer dat de training klaar was, toen was je echt super blij en toen ging het echt super goed. En sta nou maar gewoon op van de bank en ga naar de gym toe en ga iets doen. Ik train in supersets, dus oefening meteen na oefening en dan rust. Dus 2 oefeningen achter elkaar. Eerst op het begin dacht ik van,
moet ik dit nou altijd gaan doen? Daar heb ik helemaal geen zin in. Maar nou kan ik, train ik echt niet meer anders dan dit. Want dit is zo fijn. Je kan gewoon in een kortere tijd ook meer doen. En je pakt gewoon meteen, stel je traint hamstrings en billen. Dan pak je één oefening, billen één oefening, hamstrings, die supersetje. En dan heb je sowieso van alles genoeg getraind. Dit was dus over mijn training. Een klein beetje over hoe ik het nou ervaar op 7,5 week uit. Mocht jullie nog vragen hebben over trainingen of over iets anders, comment hier beneden of stuur me een e-mailtje of een DM of iets in die richting. Vonden jullie deze video leuk? Geef me een thumbs up. Wil je geen prep stories missen? Abonneer je hier beneden op mijn kanaal. En dan zie ik jullie allemaal de volgende keer. Bye bye!